Jens Hoornkamp, een 2-0 overwinning op Helmond Sport. Beter had het seizoen Keukenkampioen Divisie niet kunnen beginnen. Nee, zeker weten. Mooi, echt een mooie overwinning. Super trots op het team dat wij gewoon dit hebben gepresteerd. De voorbereiding was natuurlijk, ging niet helemaal top, zeg maar. Voorbereiding is natuurlijk ook om fit te worden en gewoon gezond en goed eruit komen. En dat hebben we vandaag laten zien, denk ik. Ja, je begint zelf over die voorbereiding. Hoe is dan het vertrouwen richting vanavond? Ja, gewoon goed. Omdat, wat ik net zeg, je moet gewoon fit beginnen aan zo'n wedstrijd. En ongeacht de uitslagen, je moet gewoon opbouwen en opbouwen. Tuurlijk, het is mooi als je een fantastische voorbereiding hebt. Maar als je dan hier 2-0 verliest, ja, daar heb je helemaal niks aan. Dus dit is gewoon een prima start. Ja, je begint heel goed aan de wedstrijd. Je kunt binnen de 2 minuten op 1-0 komen. Zeker. Met Sebastian van Makel. Ja. Daarna neemt Helmond Sport iets meer het heft in handen. En kun je zomaar bij rust ook achter staan? Ja, nou, ze hebben niet echt opgelegde kansen gehad, denk ik. Eentje dan op de paal. Dat was de enige kans. Maar ja, dan had het 1-1 gestaan, om het zo te zeggen, als Van Makel hem ook had gescoord. Dus ja, eerst zelf was gewoon een wedstrijd van weinig kansen. Ja, en dan zie je de tweede helft, dat de wedstrijd langzamerhand, en niet alleen door de doelpunten, maar je ziet het gebeuren, langzamerhand de kant van Den Bosch opvalt. Ja, en dat was ook al in de rust gezegd. Op een gegeven moment speel je richting onze supporters. Ja, en dat helpt gewoon zo erg. En dan gaan ze erachter staan, dan krijgt iedereen extra energie en dan zie je de ontlading als we scoren. Ja, dan wil je maar blijven gaan, zeg maar. Ja, en dan valt de 1-0, Ryan Leijten, een doelpunt met een verhaal. Ja, fantastisch voor hem. Zijn beste vriend is overleden natuurlijk, Noah. En hij had al een wedstrijd shirt gemaakt voor hem als hij zou scoren. En dat hij dan gelijk in de eerste wedstrijd scoort, dat is echt fantastisch. Mm-hmm. Iedereen krijgt kippenvel, mooie koning. Alsof het moet gebeuren. Dan. Ja, zeker weten. Ja. En dan is het minuut 78. En dan? Volgens mij speelt de centrale speelt hem naar de rechtsback en Jochem zit er goed tussen. En die dribbelt door en ik was al in voorwaartse beweging, dus ik vroeg de bal. Ik zag de keeper twijfelen, ik dacht, wat gaat hij nou doen? Gaat hij nou komen? Blijft hij staan? En het enige wat ik kon doen was eigenlijk over hem heen lopen een beetje met mijn voet. Toen raakte hij hem nog aan, kreeg ik hem nog een keer mee met mijn knie en toen zag ik een leeg doel. Toen dacht ik, scoren als ik deze mis, dan te scoren en gelijk met het publiek vieren om gewoon... En dan? Ja, tuurlijk. Natuurlijk, als je de hele wedstrijd achter je zo staat en dan gescoord je, verdienen zij ook om zo'n doelpunt te maken. Zeg maar. Ja, en ik weet niet wat voor douche je kreeg, maar er vloog van alles door de lucht. Ja, ik heb er heel weinig van meegekregen eigenlijk. Iedereen viel over elkaar heen, maar het was gewoon mooi. Het was echt heel mooi om weer mee te maken. Had je ook in de gaten dat met uitzondering van Wouter van der Steen de andere 9 veldspelers er waren? Ja, ik heb er een paar naast me gezien inderdaad, maar ik zag meer supporters dan dat ik spelers zag. Ja. Dus sommigen waren nog helemaal bebloed na de wedstrijd van de supporters. Omdat het hek, dat viel allemaal om en dat was mooi. Maar we hebben het ook de sports, het is heerlijk dat ze er zijn en die sfeer vanavond. Tuurlijk, beter kan toch niet. Ja, alsof het vol zat. Ja, maar dan heb je echt heel veel zin om te voetballen. Je leeft, wat ik zeg, je voetbalt natuurlijk voor jou, voor de club, maar... En voor de supporters en als ze dan zo achter je staan, ja, dat is, geeft gewoon oprecht een mannetje meer. Ja. Ja, en als we dan toch een leuke mee om te sluiten, we staan bovenaan. Is dat zo? Ja, we staan bovenaan. De enige ploeg die met 2 doelpunten Ik hoorde dus het single, maar ik dacht, er zal toch wel een club zijn die ook 2 of 3 keer aan het schudden. Nee, nee. Ah, mooi. Ja. Ja, dan staan we bovenaan, mooi. Dus Teutekspagina 8-3-0. Wat zei je? Teutekspagina 8-3-0, die staat vanavond thuis even aan. Ik denk het wel. Het is een nieuwe groeps WhatsApp-foto, denk ik. Dat we bovenaan staan. Wow, gefeliciteerd. Yes, dankjewel.